Yo mensen, nieuw keer en natuurlijk ook weer Richard, je weet zelf en natuurlijk ook General M999 die ergens staat, maar ik zie hem niet. Waar ben je, Maries? Op het huis. Achter je, maar goed. Oh, he. Je zult net nog achter me. Wow. Oké, maar welkom bij een nieuwe aflevering van de multiplayer serie en we gaan deze aflevering knallend beginnen met een raket. Maar wat gaan we doen met de raket, Richard? Ik heb wel meer roketten. Nou, wij hebben Quinn's probleem is vooral gras en wij vinden het ook niet zo heel mooi. Dus we hebben verdelgingsraketten gemaakt voor het gras. Respect. En ik hoop dat het goed uitkomt. Ik hoop dat ze ook niet exploderen of zo. Dat hoop ik ook. Oké, het hoort alleen maar een incendiair te zijn. Dus het hoort niet zo heel speciaal te zijn. Okay, nou. Waar heb je ze gestuurd, Maries? Recht op deze bunker. We gaan zien. Nou. Hij gaat in de lucht. Later, er is geen geluid meer in deze mod. Nou, ben benieuwd. Daar komt-ie hoor. Zo. Nice. Daar gaat het gras, jongens. Daar gaat het. Even inspecteren of het een beetje goed werkt. Holy shit. Was ook de bedoeling dat het hele bos af zou branden? Of was dat... Ja. Ah, het werkt! Nou. Oké, allemaal proberen erop te klikken wanneer die weg gaat. Boe, 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 boe. Oh, ik zat... Oh, nee! Oh, what the hell? Mijn beest! Ik zat er wel voor heel even op. Ja, nou, dit komt... Ik heb fucking laag FPS en je hele basis brandt af. GG Richard. Nee, allemaal fences. Gelukkig is Mechanism niet brandbaar. Zo, maar weet je wat vandaag tijd voor is, Richard? En Maurice? Nou. Voor de Digital Miner. Nooit verwacht, nooit verwacht. Wat we gaan aanmaken. Weet je trouwens hoeveel energie dat ding gebruikt? Best veel. Nou, ik ga hem niet op een heel erg sterke powerline aansluiten. Namelijk alleen een beetje lava. Ik heb de lava trouwens weer een soort van... herenigd hier zo, want natuurlijk zoals jullie wisten, heeft die hele vulkaan had toen mijn huidige setup helemaal kapot gemaakt. Dus wat ik gedaan heb is heel erg simpel, ik heb namelijk gewoon precies dezelfde setup in de nether neergezet en ik heb gewoon simpelweg dit vervangen. Dus de portal zeg maar, als eerste outputpunt of inputpunt, hoe je het bekijkt, heb ik nu gewoon veranderd naar een simpele ender tank. En dat werkt gewoon simpel op deze manier, komt lava uit en dat gaat gewoon naar diezelfde heat generators toe die we een episode of nou laten we zeggen 5 geleden gemaakt hebben. En natuurlijk heb ik ook nog altijd de 2 windmolens staan, dat is zo'n beetje ongeveer waar mijn digital miner voor nu op gaat runnen. Maar zoals je al gezien hebt, die digital miner, de hele is helemaal glitched, dat hele plaatje, dus die zie je niet echt. Kijk, ik ga er gewoon nog een grotere rots even maken. Zetten we hier die digital miner in, gewoon hop. Oké, en hij heeft namelijk gewoon 2 kanten waar je kan inputten qua energie. Dat is namelijk de rechterkant en dat is de linkerkant. En vanaf de achterkant kunnen we gewoon simpelweg de items gaan outputten, wat we zo meteen gaan doen. Even kijken hoe het met mijn FPS gesteld is. Nou, redelijk. Alleen, het begint hier ook slechter te worden inmiddels. Ik weet niet, iets in zijn pack, dat fokt mijn FPS op de een of andere manier. Even kijken, ik moet even een kabeltje hebben. Kan ik ergens een kabeltje vandaan pakken? Pam, pam, pam. Heb ik die pomp nog nodig? Nou, voor nu eventjes niet. Dan maak ik zometeen buiten record om wel eventjes een andere energiekabel. Ik moet sowieso eigenlijk mijn hele bekabeling een beetje gaan upgraden. Want zoals jullie weten gebruik ik nog altijd de Basic Universal Cable. Maar die kun je gewoon simpelweg upgraden naar de Advanced variant. Door middel van zo'n Enriched Alloy. Die je natuurlijk gewoon echt heel simpel kunnen maken. Die heb ik waarschijnlijk nog in mijn inventory daar of zo zitten. Maar voor nu gaan we eventjes wat aansluiten. En dan gaan we dat ding gewoon vast laten starten. Want ik ga er dus niet heel veel energie in pompen, want ik heb niet echt haast met het verzamelen van ore, aangezien ik ook nog geen ME-systeem heb. Dus ik wil zometeen gewoon eventjes een hele trage setup maken, met daaraan een heel erg simpel systeempje waarmee ik het kan sorteren. Maar voor nu gaan we gewoon eventjes voor een simpele digital miner config. We gaan namelijk gewoon naar de ore dictionary toe en dan doen we gewoon ore, sterretje, en dan zijn we ready. Gewoon save, kabam. En dan gaat gewoon elke... Study. Heb jij dat eigenlijk ook zo neergezet, dat je het gewoon ore en een sterretje, dat hij gewoon alle ores pakt? Of heb je helemaal... Ja. Ja, oké. Okay. Ja, in het begin had ik alle oors erin te doen. En toen op het laatst zag ik... Oh, wacht, ik kan een oorsterretje doen. En toen... Nice. Oké, en dan gaan we gewoon even starten. En dan hebben we al coal. Ja, dat bedoel ik dus. Hij heeft amper power, maar toch gaat hij nog vrij snel aan... Hij heeft 0 redstone. Oké, dit gaat misschien toch sneller dan verwacht. Met een paar ruk energiesystemen. Oké, dan gaan we even snel een soort van sorteersysteempje maken. Ik weet niet of ik het zo kan noemen, maar we gaan een poging wagen. Oké, wat we even nodig hebben is een logistical sorter. Dat is dit dingetje. Die maken we dus met een piston, met een circuit board en met wat iron. En dan gaan we hem gewoon gelijk in een... Ja, deze gaan we denk ik wel in een advanced variant doen. Die maken we dus met een enriched alloy en met wat van deze basic logistical transporters. Die we op hun beurt weer maken met wat steel. En dus opnieuw met zo'n basic control circuit. Oké, dat ga ik even snel regelen en dan ben ik zo meteen weer terug.
Nou, daar gaan we hoor. De logistical sorter, die is binnen. Vervolgens gaan we nog een bekabeling maken. We maken denk ik gewoon twee setjes, moet voldoende zijn voor nu. Die gaan we combineren met zo'n Edist Alloy. Kibim. En dan gaan we ook nog eventjes een eigen configurator maken. Die moeten we namelijk momenteel steeds lenen van Richard, maar dat is fucking onhandig. Want steeds vergeet ik hem weer mee te nemen en dan kan ik weer helemaal terug naar die fucking lekbasis van Maurice en Richard. Dat is echt helemaal waardeloos, jullie. Jullie basis is waardeloos, Richard. Waardeloos. WAARDLOSZTKVANA. Lingo. Lingo. Mag ik lingo? Even kijken. Nee, pik erop. Ik moet dan zo eerst even een chest neerzetten. Dat is makkelijker voor zeg maar, die logistical sorter. En ik moet ook die configurator even opladen. Dat is heel simpel te doen. Namelijk gewoon in dat ding hier. Zo gaan we gewoon eventjes hierin doen. Deden we hetzelfde met die robot de vorige episode. Alleen die robot die wilde ik vervolgens neerzetten, maar dat ging niet. Natuurlijk had ik die robot alleen maar nodig voor het recipe voor de digital miner. Daar wilde ik voor de rest sowieso niks mee gaan doen. Ja, oké, die is binnen. Ik zal trouwens ook nog even snel vertellen wat ik voor machines hierbij heb. Heb ik namelijk helemaal nog niet verteld. Maar eigenlijk zijn het gewoon heel simpele machines. Het is namelijk een enrichment chamber. Dat is gewoon simpelweg een crusher. Maar die crusher, die crusht geen oor. Dat is echt fuck logic. Kijk, ik kan er wel in doen, maar er gebeurt niks. Daar heb je namelijk de enrichment chamber voor nodig. Dan kan je wel gewoon verdubbelen. Het is gewoon simpelweg een furnace, energized smelter. En dit is ook een machine, een osmium compressor. Waar je eigenlijk gewoon verschillende soorten recipes mee maakt. Meer is het niet. Het is echt gewoon een soort van machine waarmee je recipes overbrugt. Meer is het niet. Het is voor de rest echt een waste. Een waste of space, dit ding. Net als Richard. Oh, oké. Even snel een ding maken, een chest. En dan zijn we helemaal ready. Gaan we eens even kijken hoeveel we in de tussentijd al binnen hebben wat betreft oor en zo. Want volgens mij ging het vrij hard, wat ik net zag. Kan je nagaan nou, Richard? Ik laat dat ding runnen op amper power. Daarna is hem ook OP. Hoeveel oors krijg jij wel niet binnen per minuut? Als je er volle power in gooit. 1 per seconde of zo. Ding, 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 ding. Download nu je beats op richardbeats.nl. Yo, what up, mensen, nieuw game. Oké, dan gaan we eventjes hier aan de achterkant outputten. Dus wat we gaan doen is gewoon simpelweg hier even kijken of er wat in komt. Natuurlijk niet, want het moet eerst op auto eject. Zo, nu komt het er wel in. En holy shit, we hebben al fucking veel koper. We hebben al bijna een stack met redstone. We hebben goud, we hebben kool. Oh shit, we hebben quartz. Oh shit, keer 2. Nice, oké. Wat we nu gaan doen is hier eventjes de logistical sorter op plaatsen. Het is gewoon hier direct aan. Hallo, 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 hallo. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, waarom doet mijn ding het niet? Ik vergeet ook steeds dat ik een jetpack heb, jongen. Ik moet helemaal inkomen. We hebben een paar dagen niet gespeeld. Ik moet helemaal inkomen, die shirt. Even kijken, zo. Hij zegt trouwens linksboven dat je RF nodig hebt, maar dat is echt gewoon gelul. Ik zat echt net heel de tijd te kijken van, what the fuck, hoe kom ik aan RF hierin? Maar je kan aan geen enkele kant inputten, omdat het ding gewoon simpelweg geen RF accepteert. Dus waarom het er staat, geen fucking flauw idee. Maar, wat we nu gaan doen, is gewoon simpelweg eventjes kijken hoe we dit nou allemaal gaan doen. We gaan namelijk denk ik gewoon alle losse items zoals redstone, zoals surface quartz, coal, diamonds, emeralds. Die gaan we even sorteren. En de rest van de oors gooien we gewoon op één hoop in een grote diamond chest ofzo. Dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Maar wat we dan allereerst gaan doen is redstone eruit pakken, coal eruit pakken. En lapis hebben we er al trouwens al uit, quartz eruit pakken. En dan gaan we eens even kijken hoe we het hier allemaal gaan doen. We gaan namelijk gewoon naar nieuw filter toe. Dan gaan we naar item stack. Dan gaan we daar redstone in plaatsen. En dan kunnen we hem ook een mooie kleur gaan geven. Welke kleur dit item gaat krijgen voor de rest van het transporteersysteem. En zullen we gewoon rood doen. Dat is denk ik makkelijk voor redstone. Save. Nieuw filter. Dan gaan we weer naar item stack toe. Lapis gaan we bijvoorbeeld de kleur blauw geven. Save. Wat we even gaan doen namelijk is hier een mooie setup maken. Ik snap niet helemaal die logica ervan. Maar ik wel man. Ja. Ik wel. Dus wat we dan even gaan doen, is hier een soort van, heb ik genoeg bekabeling hiervoor? Dat is de echte vraag. Want wat we namelijk even gaan doen, is eventjes een aantal barrels maken. Ik wil namelijk hier in de muur wil ik alle, zeg maar, alle speciale ores. Tenminste, speciaal, speciaal, speciaal. Spelen al 10 aan Minecraft, allemaal dezelfde ores al die tijd. Maar maakt niet uit, we noemen het toch nog speciaal. We gaan namelijk even hier 6 barrels neerknallen. Barrel, even tenminste, voor mij weet ik het recipe op mijn hoofd. Maar zo, en dan met slabs. Yep, there we go. Nice. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voor nu houden we het er eventjes bij. En dan gaan we jullie dus gewoon een diamond... Hey! Dit was niet de bedoeling. Hey, af. Iemand. De soorten gaat stoer doen. Zo, dit ziet er beter uit. Oké, dus wat we nu gaan doen is het volgende. We gaan namelijk gewoon al deze achterkanten... gaan we dezelfde kleur geven als dat we in de soorten hebben gedaan. Dus hier hadden we al gezien... we hadden bijvoorbeeld hadden we redstone, hadden we dark red gedaan. Dit is de barrel van mijn redstone. Dus dan gaan we met de configurator... gaan we dat ding even op de goede plek zetten. Dus we moeten even scrollen. Dat is zo irritant. Je moet shiften, want dan vlieg je naar beneden toe. Dan moeten we naar items toe. Even kijken, hier zo. En dan kunnen we gewoon simpelweg rechtermuisknop gaan doen. Shift rechtermuisknop. En dan moeten we hem dus even veranderen naar de goede kleur. In dit geval dark red. Wat komt erna? Volgens mij de diamond inderdaad. Diamond emerald. Dus gaan we even kijken naar de sorter.
Wat hebben we als diamond en wat hebben we als emerald? Als diamond hebben we indigo en als emerald hebben we dark green. Oké. Dus gaan we weer indigo. Dit fixen we trouwens meteen wel. Kijk, indigo hier zo en dan dark green. Zo, gefixt. En dat gaan we ook eventjes voor de andere items doen. Maar inmiddels staat hier alles. En we gaan zo meteen nog even kijken naar een nieuwe raket van Richard. Je hebt weer een nieuwe raket gemaakt, hoorde ik. Wat heb je voor raket gemaakt? Een nuke. Dat klinkt best gevaarlijk, een nuke. 356. Richard probeert de coördinaten te onthouden. Een thermobaric missile is het. Het is een kleinere versie van een nuke. Ik zou er heel makkelijk een nuke van maken. Maar die blaast denk ik mijn basis ook op 356. Ik hoor geen probleem in dat geval. 692. Oké, maar zoals jullie zien. Zoals jullie zien heb ik dus alle kleurtjes gewoon goed gesorteerd hier. Dus we kunnen nu de logistical sorter weer aan gaan zetten. Dus gaan we, let's go. En vanaf nu gaan dus gewoon al die dingen gelabeld worden. Kijk, dat zijn de kwartjes. Die gaan dus naar de purple, hier zo, of pink was dat geloof ik. Hier gaat het coal in met purple, black. Purple. En de andere coal dingen, even kijken. Je hebt kans dat die er niet uitgaan, dat ik daarvoor wel de auto-eject aan moet zetten. Dus gaan we doen, want we hebben natuurlijk heel veel ores die we allemaal niet, zeg maar, specifiek gesorteerd hebben. Maar wat we dan gewoon simpelweg gaan doen, is gewoon auto-eject on. En nu wordt alles uitgeknald. En als het goed is, komt dat dus wel gewoon in de achterkant van deze chest terecht. Ja, daar lijkt het wel op. Hoppa hoor, het werkt hoor. Doen we even. Dus al die ores gaan nu gewoon simpelweg in die chest. Nice. En daar wil ik het even bij gaan laten voor nu. Dan gaan we nu eventjes naar de nuke van Richard kijken. Ben weer benieuwd hoe dat gaat. Nou. De ene is wel negatief, hoop ik. Ja, ja. Je bedoelt, ja, min 692. Anders had hij naar Marisa is gegaan. Ben er klaar voor. Oké, okay, zijn jullie klaar voor? Ja. Nee, ik sta ernaast. Nice. Des te meer reden om okay af te duren. Precies. 3, 2, 1, boom! Oké, let's go. Oh, daar gaat hij. Hij crasht dit keer niet. Oh shit. Ik ga echt dood, denk ik. Ik ga denk ik dood. Iedereen, ik stond bij mijn huis. Oh, jij bent ook dood! Nee. Kan je ons revive dan? Ja. Ik heb wel laten doodgaan. GG. Richard is verantwoordelijk voor de schade. Nee hoor, dit is klaar. Dank u wel, Richard. Dank u wel. Oh. Ik wist niet dat ik dood zou gaan van 20 kilometer ver. Ja, GG, het is klaar. Ik ben weer mijn levels kwijt. Dit is pas de 8e keer dit seizoen. Maar Quinn, het huis is weg. Ja, mijn levels ook. Nou, laat zien, jongen. Research even niet hoor, jongens. Het is bam, zo hoor. Bam, bam. Wat is dat, een scar? Nee, wel. Ja. Wel een scar. 2,5 hartje. Nee, je hebt er ook één. Ja, ik heb iedereen. We zijn de drie musketeers, alleen dan net even iets anders. Hier kunnen we de, hoe heet het, mee killen? De Wither. De Wither en zo. Kijk uit, enemy! Nee. Dat was wel zonde van ammo. Ik heb heel veel kogels, hè. Oh. Tenminste, ik heb nog aardig wat van die dingen, maar... Ik heb nog maar drie kogels. De Digital Miner gaat allemaal loose, hoor. Hij heeft al anderhalf stack, ruim, met Arwen. Dus we gaan het even insmijten. En ik heb trouwens juist ook al heel veel gold gepulverized, verdubbeld en allemaal gesmolten en zo. Want dat hebben we namelijk nu nodig. Daar gaan we eventjes een leuk tools mee maken. Die we zometeen echt heel erg... Op, hoe heet het staan? Op Silk Touch. Dat is 10 keer beter, hè? Wat heb ik? Je kan je zo'n Digital Miner op Silk Touch zetten. Ah, dat boeit me niet, joh. Ja, maar dan krijg je altijd 2 diamanten. Ja, en... ja, maar dan kost het zeker ook meer energie, of niet? Nee, maar hij gebruikt nu al zo weinig energie. Wat als je hem op Silk Touch... Dus één keer op Silk Touch? Dan gebruikt hij... Hij gebruikt nu 100. Ja. En dan 600. Ja, dat bedoel ik. Richard, ik heb niet zoveel power. Zet hem eens aan. Je hebt meer dan genoeg power. Zo'n windmolen. Ja, daar ging het al. Nee, uit. Wat is er? Uit. Je windmolen. Één windmolen is genoeg nu voor dat ding. Richard, jij zegt. Jij zet die Silk Touch aan. En ik zie daar in die buis gewoon letterlijk voor mijn ogen. Al het lava gewoon een keer weggeslurpt worden. die sorteerde is best wel cool. Yep. Als er zo'n zwarte dingetje doorheen gaat, dan gaat er zo'n zwart doosje om de kool in zitten. Ja, dat is best nice. Had je dat al gezien of niet? Ja, dat ziet er best wel cool uit. Dat is best nice. Oké, maar ik ga een tool maken. Een tool, alleen dat is echt helemaal kloot om te maken, omdat het dus niet stackt.
We hebben namelijk wat Golden Helms ook nodig. Kijk zo. Holy shit, dit is echt overkill. En ik heb wat redstone nodig. Dus wat we gaan doen, is even een stekje met redstone pakken. Dus gewoon simpelweg met linkermuisje op de barrel. En dan gaan we eens kijken hoe ver we gaan komen. Let's waarom ligt er een Golden Helm? Ja, omdat ik upgrades moet aan het maken ben. Dan gaan we weer. Dat was vorige episode. Nee, twee episodes geleden ook al een ellende. Even kijken, ik moet weer iron hebben. Dus gaan we weer iron helms maken. Bam! Zo. En dan gaan we er ook hiervan weer 10 maken. Want ja, jullie herkennen het waarschijnlijk al. Dit is namelijk weer van die mob grinder mod. Van die mod die we natuurlijk gewoon gebruikt hadden voor het crushen van Enderman. Voor het verzamelen van Enderpulse. Maar we gaan ze ditmaal gebruiken met de beheading upgrade. Dus denk ik al een klein beetje geeft dat weg wat we gaan doen. We gaan namelijk zo meteen eventjes naar de Nether toe. En dan gaan we wat Wither skeletons kapot maken met dat ding. En dan kunnen we hopelijk de volgende episode de Wither gaan killen. Zo, we zijn inmiddels aangekomen in Nether en ik heb Richard een Netherpad gegeven. Als het nu misgaat, dan verzuipt hij in de lava en GG. Maar ik ga okay. Ja, let's go. Geloof ik, Quinn. Geronimo! Ja. Oh, het lukte! Oh. Je gaat fucking hard. Het lukte! Het lukte! Yes, ja, bitch, yes. Nu ben je nog eerder bij het Nether voor dan ik. Net zoals op, hoe heet het, als in Mario je kont in een fik staat. Dat is yep. Nu een beetje wat ik aan het doen ben. Ah! Oké, okay, maar zometeen als we aan zijn gekomen... Op het Nether Fortress gaan we eventjes van armor wisselen. Ik heb namelijk natuurlijk nu nog mijn jetpack aan. Maar je ziet er al een Wither Skeleton staan. En het geldt namelijk ook voor die normale skeleton. Wat namelijk de Wither Skeleton armor set gaat doen. Waarom gaat dat ding zo enthousiast naar je toe? Ik stel het niet. Oké, maar we gaan het armor even aandoen. Wat het namelijk gaat doen is het volgende. Het gaat er namelijk voor zorgen dat je niet aangevallen wordt door Zal skeletons. Zal ik de skeleton wegschieten? Nee, dat hoeft niet. Kijk, dat is mooi. Ik kan er gewoon bij gaan staan. Mag ik trouwens mijn Mac mijn ding wel of terug? Mijn pet? Oké, poging 2. We gaan opnieuw het armor aandoen. En als het goed is ben ik nu dus compleet veilig voor die Wither Skeletons. Richard, als jij me nou even dekt, ten opzichte van die blazes, dan kan ik die Wither Skeleton even naar zijn dood toe luren. We gaan namelijk gewoon simpelweg dit doen. We gaan hem namelijk gewoon hier doen. Zo, hop. Daarnaast gaan we natuurlijk een levertje zetten hem zometeen. Kijk, dat ding gaan we gewoon niet aanvallen, dat is mooi. En dan gaan we hierin, gaan we onze dingen doen, zijn upgrades. Dus die erin en we gaan die ook gewoon erin doen. En dan gaan we hem aanzetten. En wat we dan vervolgens gaan doen is het volgende. We gaan namelijk even hier wachten. Dan zetten we een van onze armor pieces uit. Dan komt hij naar me toe. En nu is gewoon een simpele kwestie van kabam! En daar is hij hoor. Oh, ik zie er een. Daar is hij hoor. Daar is hem. Hoppa! Daar zijn we. Wat? Ik ben niet excited. Dat je zelf inloopt. Nee, dat zou ik nooit doen. Maar kijk jongens, op deze manier kunnen we eens easy aan Wither Skeleton skills komen. Maar je moet echt uitkijken met deze setup, hè. Want als je zeg maar zelf tegen dat ding aanloopt, dan ben je hartstikke dood. Yep, en ik kan er niet heel dichtbij in de buurt terugkomen. Nee, dus ik ben echt met mijn leven aan het spelen, jongens, momenteel. Oké, dan gaan we dit even uitdoen. En dan weer aan. Oh. Kijk, hier is een leuren. Oké, Richard. Ja, daar gaat er één. Oh, dat zijn er twee. Heb ik er nou gelijk twee? Oh, ik heb er gelijk twee. Oh, shit. Kill gewoon alle dit mannen. Dit zijn gates. We hebben gewoon nog genoeg voor de winner. Oké, die kan ik denk ik wel inleuren. Nou, die is dood. Komt nu die andere. Sommigen zijn eigenwijs, sommigen gaan er nog niet in. Ik denk dat het Het is tijd om weg te wezen. Tijd om dag te zeggen. Zal ik even doodschieten? Ja, knal ze maar neer. We hebben 3 Wither Skeleton Skulls, dus... holy shit, ik werd volgens mij gesaved door mijn Wither Armor. Dat maakt namelijk netherrack als je over lava heen loopt. Kusjesdag. Doe dat maar nooit meer. Dankjewel. Dat is beter, denk ik, voor... Ja, nou, dankjewel Maries. Dankjewel Maries, dat was goed. Oké, maar zoals jullie zien, de Chance Cubes hebben een mooie Valentine's layout. Ik ben benieuwd of het ook een liefde gegeven of dat het weer een ellende wordt. Let's go. Oh, nou, dat Let's was nice. Let's go on a journey. Oké, en regen. Het regent. Nou, maakt niet uit. De regen hoort erbij, jongens. Nu de laatste, de tweede voor vandaag. No. Yes. Waarom geeft hij coördinaten? 1896 min 285. Ik werk erheen, maar dat is een beetje ver, denk ik. Dat kunnen we ook volgende episode doen. Wat de fuck moet daar zijn? Moet daar iets van gespand zijn of zo? Misschien. Misschien ligt daar wel een schat. Een op zoek treasure. Naar de schat. We gaan volgende episode op zoek naar de schat. Op zoek naar de schat. Waarschijnlijk alle kijkers die het nu zien, die kennen die hele film niet, maar dat maakt niet uit. Het is van Kabouterplop, de allereerste Kabouterplop-film. Aanrader. Net als Osmium. Oké, maar hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten. En heb je nou van genoten, doe dan zeker weer dat blauwe duimpje omhoog. En dan zien jullie graag volgende keer weer terug bij een gloednieuwe aflevering van de multiplayer serie. En ik weet niet waarom, maar mijn Siri gaat weer aan. Komt-ie. Dag. Bye.
zijn is een sensorische en of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging. Ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan. Wat de fuck lult daar nou weer? Ik weet niet, maar mijn Siri is dronken. Oké, maar bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag. Doei. Dankjewel. Dat was heel onnodig.